Het begon hier allemaal in 2010 tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. Toen kreeg Sinterklaas zijn eigen pietenhuis in Harderwijk. En ja, dat is hem zo goed bevallen dat hij sindsdien elk jaar weer terugkomt naar Harderwijk. En ik ruik de pepernoot hier al, dus ik ga snel naar binnen. Goedemiddag Sinterklaas. Oh, ja. Dag Esther. Ik dacht ik kom eens bij uw huis kijken. Wat leuk dat je er bent zeg. Ja, leuk. Wat een eer om hier te zijn. Wat heeft u een prachtig pietenhuis zeg. Jawel Esther. Ja, dit is mijn werkkamer. Ja, ik zie maar al je wil vast wel wat meer van het huis gaan bekijken, denk ik. Ja, zeker. Ik ben heel nieuwsgierig. Leuk uitzeggen. Dag schat hè. Wat leuk dat ze dan zo langs mogen komen. Ja, natuurlijk. Maar daar is het pietenhuis ook voor hè. Pietenhuis is natuurlijk juist voor de kinderen dat ze hier allerlei leuke dingen kunnen doen. En uiteindelijk kunnen ze een pietendiploma verdienen. En de volgende. Joehoe. En nog één. De wasseretta. Ja, dat gaat goed hè. Bij mij trip ik nog op hoor. Hallo, jongeman. Hey. Dag, lieverd. Dat ziet er mooi uit. Maar wat kunnen de kinderen allemaal hier doen? Nou ja, hier zo hebben we een ruimte. Daar kunnen ze een leuke button maken. Zelf iets kleuren tekenen in een button doen. En aan die kant hebben we ruimte om te kleuren, te schilderen. Dus het is van alles. Zal ik deze ophangen voor jou? Sinterklaas, u bent al zo druk. Ja. Waarom vindt u het dan ook nog belangrijk dat al die kinderen hier in uw huis komen? Nou, ten eerste, ik blijf en ben een goede kindervriend. En ik vind ook dat de kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om te zien wat mijn pieten allemaal leren en moeten kunnen. En dat is nogal wat. He, dus ik wil eigenlijk de kinderen ook een kans geven om dat zelf te doen. Dus er is hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om daken te beklimmen, pepernoten te bakken, marsepein te kleien. En zo kunnen ze ook wat ervaren hoe druk onze pieten het hebben. En dat vind ik geweldig als de kinderen dat ook kunnen. Goed zo. Ja. Ja, leuke dingen doen hier. Sinterklaas, wanneer zijn eigenlijk al die kinderen welkom? Want u moet natuurlijk ook nog wel even slapen, kan ik me voorstellen. Zeker, zeker. Ze zijn welkom op vrijdagmiddag, zaterdag en zondagmiddag. Lachen.